Dat ontstaat eigenlijk omdat mensen, leiders of collega's, gedrag hebben waar andere mensen beangstigd door raken of verward door raken, maar wat niet gecorrigeerd wordt door een andere leidinggevende of door collega's. En daardoor wordt het steeds normaler om op een bijvoorbeeld een onbeschofte manier met elkaar om te gaan of een intimiderende manier met elkaar om te gaan. En als het ook nog eens een keer tot goede resultaten lijkt te leiden, dan heb je helemaal kans dat er een angstcultuur ontstaat, want dan lijkt het alsof het loont. Dat kun je allereerst doen door de quickscan voordien in het boek in te vullen. Dan weet je meteen of er angst speelt in je organisatie, hoe ernstig het is, of het incidenteel of structureel is en op welke terreinen. En je wordt meteen doorverwezen naar hoofdstukken die refereren aan dingen die je kan horen op de werkvloer. Quotes zoals: daar word ik op afgerekend, voor mij tien anderen, we moeten het eerst maar samen over hebben. Dat soort uitspraken, zodat je het ook meteen in de werkpraktijk kan herkennen. Nou, dat is door ervoor te zorgen dat er genoeg bliksemafleiders in je organisatie zijn. Uh, bijvoorbeeld inspraak en invloed, uh, om inspraak te noemen. Uh, dan zorg je ervoor dat mensen die een uitdaging krijgen of die waar de lat hoog ligt, ook kunnen uh, aangeven wanneer hun grenzen worden overschreden. En uh, ook aan de bel kunnen trekken en die vrijheid voelen. Uh, heb je dat niet, dan loop je de kans dat een uitdaging intimiderend wordt. En heb je het wel, dan blijft een uitdaging een uitdaging.